Episode 81. Welkom bij de Sophie's Choice Podcast Show. Mijn naam is Sophie, ik ben psycholoog, schrijfster en onderneemster. En mijn intentie met deze podcast is om jou te inspireren, je licht volledig te laten schijnen op jouw unieke manier. Ik neem je mee in mijn persoonlijke reis van een psycholoog in dienst met veel beperkende overtuigingen naar een succesvolle onderneemster die haar licht volledig durft te laten schijnen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Unique and perfect is what you are. Your miracle will come true. Sophie's Choice. Hey meiden, toch nog even een toevoeging. Ik ben echt helemaal alleen maar Abraham aan het luisteren. 2 dagen lang, crazy. Alleen maar opruimen, naar stort rijden, onderweg en Abraham luisteren. En opeens dacht ik, oh my god, ja tuurlijk, dat is het. Dat wil ik jullie toch nog even meegeven. Wat we doen, is we zeggen, oké, ik wil een eerste coaching klant hebben. Of ik wil 10.000 euro per maand manifesteren. Of ik wil, whatever, een nieuwe partner. Maar, en dan stoppen we met nadenken. Maar als je dan even nadenkt en bedenkt, oké, maar waarom willen we dat? Waarom willen we die 10.000 euro? Waarom willen we die coachingklant? Waarom willen we wat we willen? En de enige reden waarom we willen wat we willen, is omdat we ons goed willen voelen. Dus de hele point is dat we dat je die equation, die tussenstap ertussen uithaalt. Dus in plaats van zeggen, oké, pas als ik die 10.000 euro heb, dan voel ik me goed. Te besluiten, ik voel me nu goed. Dat is het spelletje. En als je dat kunt, dan kun je alle manifestaties gaan zien. Het is dus niet dat de manifestaties er niet zijn. De manifestaties zijn er überhaupt al. Alleen we kunnen ze niet altijd zien. Maar je kunt het dus ook pas zien als je besluit nu je goed te voelen. Onvoorwaardelijk van de omstandigheden. En dan kom je dus weer in al die dingen die ik ook in mijn Empower Your Money Mindset Bootcamp zo aan je leer door oefeningen. Dan kom je op dat punt dat je gaat spelen met het made pretend belief spelletje. Dat je gewoon gaat doen alsof je er al bent. En daarom heb ik ook zoveel leuke oefeningen in mijn bootcamp zitten die daarbij helpen om echt te kunnen voelen, oh my god, ik ben er al. Laat ik gewoon eens doen alsof ik al 10.000 euro heb gemanifesteerd. Laat ik eens doen alsof ik die coachingklant al heb. Laat ik eens doen alsof ik die partner al heb. En als je zo je dagen gaat doorbrengen, als je op die manier gaat zijn, gaat leven, dan ben je er al. En als je er bent, dan kun je alles ontvangen. Dus dat wilde ik jullie nog heel eventjes meegeven. Grappig, want ik ben dit voicemailberichtje, oorspronkelijk nam ik het op voor mijn high-enders. Toen dacht ik, oh god, dit is eigenlijk ook wel interessant voor een podcast. Dus het is een soort van mixed message die ik nu zometeen en naar mijn high-enders ga sturen. En als podcast nog even ga uploaden. Maar dit is zoiets wat ik dacht, oh, dat moet ik nog even delen, dit inzicht. Voordat ik op vakantie ga. Want over, 24 uur gaan we op vakantie naar Zuid-Italië. Gaan we cruisen. Super veel zin in. We houden echt van cruisen. In mijn nieuwe auto natuurlijk. En vanavond nog de masterclass. Dus excited. En ik wens jullie een magische dag toe. En remember, pretend alsof je alles al hebt. Doe alsof je er al bent. En als je dat voelt, dan ben je er. Dan ben je er. En de grap is, als je dat voelt, denk je, oh, maar nu hoeft het eigenlijk niet per se meer. En dan opeens is het er. Dat is de joy, dat is de fun. En vergeet niet ook gewoon te genieten van dit proces. Want waar wil je überhaupt naartoe? Ik bedoel, oké, je streeft naar de volgende stap. Naar bijvoorbeeld dat je je eerste coachingklant krijgt of die eerste 10.000 euro. Maar dan wil je altijd weer wat anders. Want dat is hoe wij als mensen geprogrammeerd zijn. Dat is wat die Rocket of Desire bij ons creëert. Elke keer is er weer een nieuwe Rocket of Desire waardoor we weer iets nieuws willen. Dus als je geluk steeds laat afhangen van datgene wat zich manifesteert, dan zal je dus nooit gelukkig kunnen zijn. Want elke keer als je iets manifesteert, wil je weer iets anders.
Dus de kunst is om echt die tussenstap eruit te halen en het nu te voelen. En gewoon te doen alsof. En te handelen alsof. En ik snap wel dat als jij nu 0 euro verdient en dat als je 10.000 euro verdient dat je andere uitgaven kan doen. Maar zolang je het niet daadwerkelijk kunt doen, doe dan aan je hoofd alsof je dat kan doen. Doe dan alsof je naar de winkel loopt en met liefde dat geld uitgeeft. Terwijl het er misschien nog niet is, maar doe gewoon alsof je iets heel duurs gekocht hebt. Oh wow, fuck, ik heb iets heel mooi duurs gekocht. Doe alsof. Doe gewoon alsof het een spelletje is. Net als toen je klein was, tenminste. Misschien deed niet iedereen dat spelletje toen ze klein waren. Maar dat is de magic. We maken het allemaal veel te zwaar, zoals jullie ook in de interview met Zoe hebben kunnen horen. We maken het te zwaar, we maken het te groot, we maken het te serieus. Maak er een spelletje van. Make it fun. Oké? Ciao voor nu en ik spreek jullie de volgende keer wanneer ik de inspiratie voel.